hebben we het over temperaturen tot min 25, min 30. En dat heeft vooral te maken met een snijdende noordoostenwind. Dit zullen de koudste wereldkampioenschappen worden uit de geschiedenis. En die koude, die ijzige toestanden, die gaan een rol spelen in het verloop van de wedstrijd. Want het parcours, het traject van 2 kilometer en bijna 700 meter, ligt er op nogal wat plaatsen spekglad bij. De organisatoren hebben er veel aan gedaan om de toestanden een beetje te verbeteren. Ze hebben er nog een grindlaagje over gelegd en we hopen dus dat dit wereldkampioenschap een normaal verloop krijgt. Daar rechts in beeld, daar ziet u de topfavoriet vooraan in het rijtje staan. Dat is Bart Welles, torenhoog favoriet, want vorig jaar al tweede na Nijs en ook het jaar daarvoor ook al vissenwereldkampioen na diezelfde Nijs. Niemand van deze tegenstanders komt op papier in de buurt van Bart Welles, de 20-jarige knaap uit Vorselaar. Welles, torenhoog favoriet, hij heeft slechts 2 tegenstanders, zichzelf, vanwege misschien wel de zenuwlast, en mogelijk een dosis pech, want daar moet rekening mee gehouden worden. Er zullen ongetwijfeld valpartijen te zien zijn, en dan kunnen we maar hopen dat Welles en de andere Belgen vermijden van tegen de grond te gaan. Want het is snel gebeurd, vooral in die haakse bochten, even tegen de grond, met de knie tegen de grond, of apparatuur, breuk, pech allerhande, alles is hier mogelijk in toch wel barre, kille omstandigheden. En het zijn moedige mensen, de supporters, die de trip gemaakt hebben naar Slowakije. Er zijn nogal wat Belgen overgekomen. We telden 4 bussen op de parkeerplaats. Ook nogal mensen die met het vliegtuig gekomen zijn. Wel, ze krijgen van mij een pluim voor zover durf, want het is verschrikkelijk weer. Hier een uur buiten staan is nagenoeg niet te doen. Ze zijn met 60 renners aan de start en ze komen uit 17 landen. Even zeggen wie die Belgen zijn. Het gaat uiteraard over Bart Welles, maar het gaat ook over Davy Komijnen, de West-Vlaming, Andrew van Quali, een andere West-Vlaming, Tom van Noppen, dat is een Limburger, en Kipcho Volkaerts, dat is een Brabander Volkaerts, de man uit Baal, een dorpsgenoot van Sven Nys. Sven Nys, die hier ook startrecht zou gehad hebben, maar Sven is overgestapt naar de categorie van de elite, dus daarom starten de Belgen met 5. Want alleen de wereldkampioen, de man die zijn titel verdedigt, heeft opnieuw startrecht bij de volgende wereldkampioenschappen, bij een volgende organisatie. Tot het allerlaatste moment hebben ze dikke anorakken gedragen, ze hebben zich staan opwarmen, al huppelend, onze jongens en ook de anderen. En nu goed kijken, want we zijn klaar voor de start, en even zien wat de tactiek is van Bart Welles. In het startschot, weg op de voorgrond. Een Deen die snel vertrokken is met een mountainbike stuurtje daar en in het midden. Bart heeft ons gezegd dat hij niet te vlug van stapel zou lopen. Dat hij het een beetje zou bekijken van op de tweede lijn. En dat hij na de eerste ronde wel zijn moment zou weten te kiezen. Zijn grootste tegenstander komt wellicht uit Tsjechië. We spreken dan over de man met het nummer 20. Vladislav Jecek. Hier de lange aanloopstrook en daar de tribune, waar we bijzonder weinig volk verwachten, uiteraard. De passage van de 60 en zo meteen in die lange, stekelige klim na de aankomstlijn is zien hoe het met de Belgen gesteld is. Daar in elk geval één van de Belgen matig van start gegaan. Dat is Davy Komijnen met het nummer 1, zowat in 55ste positie. En dan al een paar jongens die in die eerste zware klim afhaken. Wie hier het meteen het volle pond geeft, heeft Bart Welles gezegd, die blaast zijn motor op. En een van de Tsjechen heeft al een klein gaatje geslagen. De Nederlanders ook goed geposteerd. Bij de Nederlanders wordt veel verwacht van Bram Smits, van Camille van den Berg en in mindere mate van Pascal van Bussel, Wieland van Kiels en Roel van Houtem. De Belgen Welles en Van Oppen en ook Volkaerts goed voorin. Komijnen dus zijn start gemist. En daar al een eerste keer links in beeld is dat Bart Welles, recht op de trappers daar waar alle anderen lopen. Hij al fietsend en is dat al een voorteken. U ziet af en toe dat achterwiel wegslippen. Het is balanceren op een slappe koord. En zo meteen wordt het nog gevaarlijker eens boven. Want dan gaan we in brede lussen met haakse bochten een weide afrijden. Nou ja, een weide.
Het is gewoon een schaatsbaan geworden. Dit is het zwaarste punt, het kritieke punt op de omloop. En Bart heeft daar al het hazenpad gekozen. Voelt zich dus nu al in zijn sas. Voelt zich uitstekend. Er waren wat rugproblemen de jongste weken. Maar dit wijst toch al op superklasse. Dit wijst op overmacht. Kijk eens wat een verschil. De knaap met het nummer 8 nu al goed 100, 150 meter weg van de achtervolgers. Kijkt af en toe om. En daar even kennis maken toch met Bart wel eens met het parcours. Dat is die eerste brede lus. Zo liggen er een stuk of 4. In deze passage zowat 10 bochten. En toch steeds opletten. Vaak in die bochten de voet loshaken, wat controle uitoefenen om recht te blijven. Om desnoods tijdig voet aan de grond te zetten. Een parcours dat kunnen we nu al zeggen dat het beste laat verhopen voor de acrobaat Sven Nys morgen. Ook Welles heeft wat dat betreft enorme vorderingen gemaakt. Heeft het voorbije jaar uitstekende trainingsarbeid geleverd. We zijn ondertussen nauwelijks 3,5 minuut onderweg. En de voorsprong van Bart, ja, bijna 100 meter. Misschien wel iets overdreven, 60, 70 meter op een van de Nederlanders. U zag hem daar bijsturen. Het is ook een materiaalslag geworden. Nogal wat renners hebben heel wat wielen bij zich. Bart bijvoorbeeld heeft 20 paar wielen bij, dat gaat dus over 40 wielen. Met bandjes, met tubes, met verschillende profielen. En het is testen geweest tot gisteren laat in de namiddag om uit te maken wat nu het beste profiel is. En Bart daar al omkijkend en taxerend hoe het met de tegenstand gesteld is. En vertraagde de opname, de valpartijen, ze waren te voorspellen, er gaat er eentje tegen de grond. Dat is iemand van de Duitsers, dat was Stefan Kupfernagel. En Kupfernagel is een naam die je kent. Hij is de broer van Hanka Kupfernagel. Wel bekend uit het vrouwenwielrennen en dat doet Bart uitstekend. En de snelheid ligt daar extreem hoog, hoor. Want de risico's worden genomen. Dat mag duidelijk zijn, snelheden tot 40 km per uur. En in die lange strook, naar de aankomst toe, dan valt die snelheid vaak terug tot 15 km per uur. In het laatste deel, waar u de renners zag lopen, tot zelfs nauwelijks 10 km per uur. Dat is het zwaartepunt op dit parcours. Maar ook in die lussen toch niet te onderschatten. Het parcours ligt op een flank en dan moet je telkens van op het diepste punt van zo'n lus weer klimmen naar het hoogtepunt, een goede 150 meter verder. Bart bij de materiaalposten. De Belgen hebben daar post nummer 1. Krijgt daar wat drank aangereikt. Dat zou eens warme thee kunnen zijn. Heeft daarvoor zijn tijd genomen, dat lijkt verstandig. Dat was ook de raad van de bondscoach Erik de Vlaming en vooral van de trainer Paul Poney, dokter Paul Poney, die de renners de raad gaf van genoeg voorzieningen te nemen, want de koude is verschrikkelijk en kan zelfs inwendige brandwonden veroorzaken op de longen. Hier de achtervolgers met de lange Benoit, dat is die Fransman die je daar in beeld ziet. Een verschil van 8 seconden na de eerste ronde. En het zullen snelle rondjes zijn. Rondjes in minder dan 6 minuten. Want houdt u er rekening mee met de tijd die daar loopt. Dat daarbij geteld is de aanloopstrook bij de start. Rondjes van 5 minuten en 35 seconden. We gaan eens heel even kijken wie die Nederlander is hier in de tweede positie. Dat zou wel eens Bram Smits kunnen zijn. Met het nummer 12 is dat Pascal van Bussel. Dat is een beetje een verrassing. En dan zien we in de achtergrond Tom van Noppen afstoppen. Beter. Van Noppen dus in een eerste groepje. Niet toevallig Tom van Noppen van de andere Belgen. Na deze Bart wel eens ongetwijfeld de beste. U ziet daar Rudy de Biede, assistent bondscoach. In die rode anorak zag u hem Bart wel eens aanmoedigen. En Bart nu al verzekerd van de steun in de achtergrond van Tom van Noppen, zijn boezemvriend.
Dit is hard labeur, het is een zware strook en daar ligt die balk. Die lag gisteren 45 centimeter hoog, is iets verlaagd tot 40. En Sven Nys, jawel, neemt die balk al rijdend. En Bart snel weer op de trappers, niet evident hoor. Moet dan de kleinste versnelling kiezen. We zien daar in de achtergrond, meende ik, Kipcho Volkaerts. En daar met het nummer 6, dat is Tom van Noppen, die goed meegaat. En vanuit die verdedigende stelling straks misschien nog een gooi kan doen naar een podiumplaats. Waarom niet? Daar dus Van Bussel in de achtergrond. Met de Tom van Noppen. Ook de Fransman Gadret zal erbij zijn. En dan Bram Smits. Toch nogal wat Nederlanders in die eerste achtervolgende groep. Van Quali en Komijnen zijn hier gepasseerd op een minuut en 6. Komijnen een beetje ziek geweest de voorbije weken. Verzachtende omstandigheden dus voor de West-Vlaming, de beloftvolle West-Vlaming. Vorig jaar toch derde bij de junioren, zijn eerstejaarsbelofte. En de verwachtingen door die ziekte een beetje lager gespannen. En kijk dat verschil al eens. Daar pas de eerste achtervolgers. En nogal wat Belgische vlaggen. De meeste mensen hebben een toevlucht gezocht in de tenten die hier opgesteld staan, de verwarmde tenten. En zijn pas in extremis naar buiten gekomen. En we kunnen ze geen ongelijk geven. De logica wordt dus voorlopig gerespecteerd. De tweevoudige vissenwereldkampioen los aan de leiding. En op papier, op een wat selectieve omloop, moet deze Bart wel eens, als hij in het beste doen is, zowat een minuut tot anderhalve minuut sneller zijn dan de tegenstand. En is daar volop mee bezig om dat te bewijzen. Dat zou John Gadret kunnen geweest zijn, de wat kleine, geblokte Fransman. De Fransen hebben gekozen voor een homogeen team met nogal wat vaste waarden. Jongens die steeds weer opduiken, samen in het WK, vroeger voor junioren en sinds een paar jaar voor belofte. Gadret, Benoit, Deurepas en Dieudonné. Ze zijn slechts met z'n vieren. Zij die de wedstrijden in middelvaart meegevolgd hebben, zullen zich nog die heugelijke tijden herinneren met niet minder dan 5 medailles. 2 keer goud voor onder meer dus Mario de Klerk en Sven Nys. Dan 2 keer zilver voor Vervecke en Willis. En het brons voor Komijnen. Moeilijk te evenaren, zei bondscoach de Vlaming. 5 lijkt me niet haalbaar, maar misschien kunnen we hier wel 3 keer goud halen met morgen. Ook rechtstreeks te volgen op uw scherm om 10:00. Sven van Toernout toch wel bij de topfavorieten voor de juniores. En dan ook nog in de namiddag weer, of op de middag beter, om 1:00. Bij de elite renners. Met Sven Nys, die zich hier toch enorm in zijn sas moet voelen. En ook Mario de Klerk niet te vergeten. 12 seconden, de voorsprong, die wordt dus groter. Maar neemt u van ons aan dat hij ondertussen alweer wat groter geworden is. En dat wij ervan uitgaan dat hij stilaan naar de halve minuut gaat groeien. Daar in de achtergrond ziet u het gebergte, het Tatra-gebergte. De kleinste bergketen in Europa, toekoer, wel hoog. 2500 tot 2600 meter. En Bart dus verstandig, steeds wat warme drank tot zich nemend. Kleine slokjes, niet te veel, niet overdreven. En nu al rustig over die balkjes. Er liggen er 3, dus na die lange klim. En dan op het eind van de weide, nou ja, de weide, vooraleer we de weg naar de aankomst opdraaien. Wat weerwerk in de achtervolging. We zitten een beetje te wachten op een reactie van Vladislav Jetsek, de Tsjech. De opponent op papier, de grootste concurrent, maar die is wat ziekjes geweest, wat grieperig de voorbije week. En in deze fase van het seizoen, zo vlak voor een WK, kan dat natuurlijk desastreus zijn.
wedstrijd is dus nog geen 12 minuten bezig. En wij kijken uit naar de eerste achtervolgers. Ondertussen al bijna 20 seconden. We gaan naar de 25 seconden, zowat iets daaronder. En we gaan dan even uitkijken naar de Fransman. Is dat John Gadret? Dat is inderdaad John Gadret. En daar Tom van Noppen met de Kipchoge Volkaerts in dat groepje achtervolgers. Een viertal. Dus uitstekende prestatie van de Belgen. En als ze dat kunnen houden, dan gaan we weer het landenklassement winnen. En dat is belangrijk in de jeugdcategorieën. Want als je de beste bent in het landenklassement, dan mag je bij de start de beste positie kiezen. En dat rendeert zeker op omlopen zoals deze. De Nederlanders ondertussen weer wat verder achterop geslagen. Bart daar bijna in een surplusmoment. En een Belg die op het parcours loopt, zal wel teruggefloten worden door de organisatie. De man die 6 keer op rij Belgisch kampioen werd. 2 keer bij de nieuwelingen, 1 keer bij de juniores, 1 keer maar omdat hij vervroegd overstapte naar de belofte. En dan 3 keer op rij met overmacht bij de belofte. Dit jaar veruit de beste voor Van Noppen, zijn boezemvriend. Vorig jaar 2 minuten sneller dan Nijs. Daar krijgen we dus Gadret, de Fransman. En dan in de achtervolging Tom van Noppen met Kipchoge Volkaerts. Uitstekend van de Brabander Volkaerts. Dat is Tom van Noppen uit Oostham. Dat is een beetje een grensgeval. Randje Antwerpen, Limburg, Brabant. Daar achter van Noppen rechts in beeld met het nummer 22, het Tsjech Zusemilch. Dat is ook een vaste klant op wereldkampioenschappen en voorlopig dus geen Jacek te zien. En dan met het nummer 7, de derde Belg Kipchoge Volkaerts. Top 10, het zou schitterend zijn. Dus situatie wel eens op een halve minuut bijna Gadret hier bij de vorige doortocht. Dan op anderhalve minuut Volkaerts met Van Noppen in een eerste achtervolgend groepje. Komijnen volgt op 1 minuut 50. En Van Quali op 2 minuten en 6. En Volkaerts en Van Noppen niet op 1,5 minuut, maar op, laat ons zeggen, een goede 35 seconden. U ziet hoe groot de overmacht van Welles wel is. Deze man is dus ongetwijfeld prof. Rijp daar even een slippertje. En er toch rekening mee houden dat pech minder prettige gevolgen kan hebben. Door het koude weer ziet het materiaal ook behoorlijk af. De twee Belgen in de achtervolging, Volkaerts en Van Noppen. Dan Zusemilch, een van de Nederlanders. En voortdurend bijsturen, hergroepering daar achteraan. En daar de werken van de aspirant-prof maakt vanavond bekend hoe zijn toekomst eruit ziet. Kan dus prof worden. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Er is al veel gezegd en geschreven over Mapei. Bart heeft vorige week dinsdag ook uitvoerig met Palmans gesproken. Vlaanderen 2002 is in de running geweest. Anderen beweren dan weer dat hij gewoon privé blijft rijden, mogelijk ook als prof voor VKS, zijn huidige sponsor bij de belofte. VKS, een asbestsaneringsbedrijf uit Nederland. En dan zou er nog een vijfde mogelijkheid zijn. En we hebben geprobeerd van het wat uit Bart zijn neus te peuteren, maar hij lost niets. En vanavond maakt hij dat bekend. Enige aanwijzing, zegt hij, ik ga na deze winter een cursus Frans volgen en misschien kun je daar conclusies uittrekken. Misschien is er een Franse gegadigde in de running. We denken aan Cofidis of La Française des Jeux, dat nogal wat inspanningen doet voor de crossport. Maar we zijn er helemaal niet zeker van. En zoals steeds kiest Bart dat neventraject. En dat doet hij dus zeer verstandig, nogal wat
jongens van de concurrentie blijven gewoon op de piste. Bart heel even langs de pits. Zoals u weet wordt de totaalafstand bepaald aan de hand van de gemiddelde duurtijd na twee ronden. Zowat 5,5 minuut. Als straks Bart hier doorkomt aan het eind van de derde ronde, moet hij nog 6 ronden afleggen. Dus zometeen nog 6 ronden voor Bart Welles. En dat is dus vrij veel als u weet dat de belofte 50 minuten moeten volmaken. Daar waar de elite renners 1 uur moeten rondrijden. En benieuwd hoe groot die voorsprong al geworden is. Geeft een signaaltje en een teken naar een van de bondsmensen langs de kant. Dan de achtervolgers, die zijn daar pas aan de materiaalpost. Waar zijn Van Noppen en Volkaerts? Het is nog altijd de Fransman Gadret die daar als eerste verschijnt. De voorsprong is een beetje gegroeid, 32 seconden dus voor Gadret. De man met het nummer 29 voelt zich ook in zijn sas op ijstoestanden. En daar toch nog Van Noppen in het spoor van het nummer 41. Dat is Steffen Weigold. Dan komt Volkaerts hier als vijfde door. Dan krijgen we Zusemilch. Dan krijgen we Tim Johnson, dat is een Amerikaan, daar wel te veel van verwacht, maar die is ver achteraan moeten starten. In zijn gezelschap was dat Bram Schmidt, de Nederlander. En dan is het nog een end wachten op de doortocht van de twee andere Belgen. Davy Komijnen en Andrew van Quali, de jongsters, de West-Vlamingen, voorlopig niet te zien. En Bart heeft nu gekozen voor loopwerk, daar op het steilste stuk, 70 meter... De lengte hiervan, deze passage, en daar worden niet minder dan 10 meter hoogteverschil overbrugd. Dat is dus een zwaartepunt. Hier Van Noppen, die gaat op zoek naar Gadret. Hij kan dat. Zal wellicht wel weten dat hij die Weigold aan kan. Steffen Weigold, de Duitser, hier met nummer 41 in zijn spoor. Dit wordt ook het zwaartepunt in de cross voor de elite renners morgen. Als Sven Nys erin slaagt van deze klim telkens goed te overbruggen, die klim na de aankomststrook hier, na de aankomststreep, dan heeft hij titelkansen, zeker gezien de bodemgesteldheid. En ook gezien het feit dat die balk daar ligt en hij als enige kan springen. Het zal erop aankomen van zich goed te positioneren morgen. Hij durft het aan. Op training nam hij die balk waar hij het hoogst lag. Zoals eerder gezegd, ruim 75 centimeter. Nu zag dat Bart met schokjes remde. En dat is ook de beste manier om recht te blijven. En daar Zusemilch met Volkaerts. Posities 5 en 6. De doortocht bij ronde 3 wel eens, dus dan Gadret, dan Weigold en Van Noppen en dan Volkaerts. 3 Belgen in de top 5. En het zou wel eens opnieuw een triomfdag kunnen worden voor Erik de Vlaming, de bondscoach. Komijnen ondertussen doorgekomen op 2 minuten 38. Dat moet zowat op 30ste positie zijn. Van Quali op 3 minuten 14. Misschien doen ze er verstandig aan van niet te forceren van die wedstrijd goed in te delen en van zo nog een paar plaatsen op te schuiven. Rekening houdend met het feit dat er vooraan toch nog wat jongens gaan terugvallen, mogelijk met technische problemen. Wel is dit seizoen al goed voor 8 overwinningen. Hij was onder meer formidabel in Kalmthout, daar maakte hij echt indruk. Dat was zijn eerste zege in een A-cross.
eerst te zeggen in de crossen met de allergrootste jongens in cross van internationaal niveau. Hij was ook de beste in de superprestige cross van Hoogstraten. En op ons heeft hij vooral indruk gemaakt in Kokzijde toen hij tweede werd na wereldkampioen Mario de Klerk. Met wat meer overleg, met wat meer geluk had hij daar kunnen winnen. Gaat graag door de muur, heeft geen schrik om zich te forceren. En dat wordt geapprecieerd door de supporters, door de crosskenners, ook de supporters uit andere kampen. Wel eens gooit de wedstrijd graag open en dat heeft hij ook vandaag gedaan. Hij heeft vrij snel gevoeld dat het te traag ging en dan steeds weer op weg naar de bus. De drinkbus, één slokje maar en weer weg op het normale traject. Daar de balk, niet al rijdend al fietsend te nemen, dan de tweede, dat zou eventueel wel kunnen, maar het is wellicht niet. Het loont wellicht niet de moeite. We denken dan vooral aan de wedstrijd van morgen, die van Sven Nys. De eerste balk dus door die gracht niet al fietsen te nemen. Bart op weg naar het einde van de vierde ronde. Dat wil zeggen nog vijf ronden. Hij is dus wat de ronde betreft bijna half weg. We zijn 23 minuten bezig. De timing is dus nagenoeg perfect. En dan is het weer afwachten en uitkijken naar de prestatie van Tom van Noppen uit Oostham. Ook hij uitstekend op dreef. Veel progressie gemaakt dit seizoen. Van Noppen daar in tweede positie. Is die bij Gadré gekomen. Ja, hij rijdt er nog een paar voor. De Tsjechen. Hier is Gadré. Die valt niet verder terug. Die doet het dus uitstekend. Op 35 seconden de Fransman. John Gadré. Gadré uit de Champagne-streek. Daar is Tom van Noppen nog altijd. En laat verstandig als hij is het werk aan Stefan Weigelt over. Van Noppen dus in de vierde positie. Dan krijgen we Tim Johnson, de sterke Amerikaan. Die zien we nog dichter komen, nog opschuiven. Er gebeurt nog veel, heel veel in die laatste fase, de laatste ronde ook. Dan een paar Tsjechen en daar Kipcho Volkats, die wat teruggevallen is. En van de Tsjechen is met het nummer 19 Hekele wat opgeschoven. Hij in het spoor van Zusemilch en de Nederlanders met Schmitz en Van den Berg. Zijn helaas voor de Nederlandse kijkers wat teruggevallen. Volkaerts is hier overigens voorbijgekomen op 1 minuut 14. Renners goed ingepakt, allemaal met lange broek of extra beenstukken met wanten en daar problemen voor. Een van de Italianen die zomaar dwars door het lint gaat en een paar kijkers in het kegelspel betrekt. Met het nummer 76. Of was het, toch wel nummer 76. Een Slovaak was het, Marian Zovčak. Het is een wereldkampioenschap met toestanden die een beetje doen terugdenken aan die van 85 in München, waar Klaus-Peter Thaler verrassend wereldkampioen werd bij de beroepsrenners. Niet de verhoopte winnaar Roland Liboton, die verraden werd door het parcours en door de zenuwen, de man die het seizoen domineerde, maar daar kansloos was op het ijsparcours. Gadré dus, tweede, dan Weigelt, dan Van Noppen. Dan Johnson die terugkomt als vijfde. En dan die Emil Hekele, de Tsjechoslovaak. Johnson en Hekele al op ruim een minuut van Bart Welles. Dan Zusemilch, dat is een Tsjech. Dan de Fransman Benoit. Volkaerts als negende. Bram Schmitz is de eerste Nederlander. Pascal van Bussel de tweede op de elfde plaats. En David de Repas, een andere Fransman, is
voorlopig 12e. Dan Van Gils, Wasmer, Wismik en verder geen Belgen te zien. Komijnen is hier ondertussen al voorbijgekomen op 3 minuten 18. Verliest dus 3/4 minuut per ronde Komijnen. Maar nogmaals, vooral vanwege die griepverschijnselen de voorbije week. Weinig recuperatie toch op dit parcours. Op de stroken, in de afdalingen, is het voortdurend uitkijken, bijsturen, geconcentreerd blijven en dan kun je niet recupereren. En na die afdaling, na elke afdaling en elke lus, volgt er weer een helling. En dan werkt dat weer zwaar op het systeem. De overslagpols van Bart Welles, overigens 180. Ik zit daar voortdurend boven, zegt hij in zo'n wedstrijd. Maximumpols 204. En op die steile strook, en hier is dat Davy Komijnen, dacht ik, ja. Of nee, het is Van Quali. Van Quali die daar in beeld voorbij kwam op 4 minuten 16 hier bij de aankomst. Dus de 5 Belgen hier bij de streep gepasseerd. Voorlopig dus weinig of geen teken van rugproblemen bij Bart Welles. Die dook op een 14 dagen geleden. En zegt dokter Ponne, dat is een beetje voorspelbaar geweest. We hebben hem daar een jaar of twee, drie geleden al op gewezen. Opgelet in je groeiproces. Je rug zou wel eens je zwak punt worden. Je kunt daar in de gymzaal best wat aan doen. Spierversterkende oefeningen. En die voorspelling is dus uitgekomen. Bart had ook rugproblemen net voor het Belgisch kampioenschap. Maar ook daar was de overmacht zo groot dat dat geen invloed had op het verdere verloop van de wedstrijd. Wel invloed op zijn prestatie in Wetsikon. Werd daar 9e, reed daar een halve wedstrijd mee aan de kop. Maar zodra de rug hem begon part te spelen, heeft hij wat gas teruggenomen. Is hij wat controlerend gaan blijven. En heeft hij nog net die tweede plaats in de superprestige van tegen bekleed. Die naast Sven Nys, de eindwinnaar, nu al die tweede plaats weten te behouden. Nog 4 ronden, we zijn dus voorbij, half koers. Nog een goede 20 minuten. En zoals het er nu naar uitziet, is voor de 3e opeenvolgende keer een wereldkampioen bij de belofte. En als Bart wereldkampioen wordt, dan gaat hij zijn broer Geert een formidabel verjaardagsgeschenk geven. Geert wordt vandaag 16. Er zijn nogal wat mensen die mij gevraagd hebben, doet Geert wel eens niet mee bij de juniors? Wel nee, hij is nog altijd nieuweling, is kampioen geworden bij de nieuwelingen. Nog te jong om met de juniors mee te doen. Volgend jaar ongetwijfeld van de partij zonder tegenslag. Bart doet het rustig aan. We zien daar Van Noppen met Weigold. Wellicht is Cadret hier al voorbij. Cadret op 38 seconden, die houdt dus goed stand. En Johnson die schuift beetje bij beetje op. Hij is helemaal uit Boston gekomen. Is al een tijdje actief, zo'n goede 14 dagen op Europees terrein. En heeft nogal indruk gemaakt. Vooral op assistent bondscoach Rudy de Bie. De voorbije week in Wetsikon, vorige zondag was dat. Rudy de Bie wist ons vanochtend te vertellen, hou vooral rekening met die Johnson. En Rudy de Bie is vanochtend bij ons gekomen aan de ontbijttafel en heeft ons zijn pronostiek meegedeeld. En we gaan die nu openen voor de lol. En we zien daar staan, uiteraard Bart Welles winnaar. En dan die Jacek tweede en Benoit derde. Wat dat betreft zit hij er wel wat naast, want die komen voorlopig niet in het stuk voor. Hij zit Dalloste, de Italiaan, ook nog niet gezien op 4. De Repa, de Fransman, op 5. En Tom Van Oppen wel op 6. Van Oppen voorlopig dus medaillerijk. Technisch steeds verfijnder Bart Welles.
maar vooral dus een crosser die het moet hebben van de macht. Is een man voor alle terreinen. En uit de testen afgenomen in het Mapei-centrum in Milaan is gebleken dat zijn progressiemogelijkheden om en bij de 50% zouden liggen. Dat is dus immens. Men heeft Bart ook aangeraden van een uitvoeriger wegprogramma te rijden. Hij gaat dat inderdaad doen, maar wil niet overdrijven, gunst zichzelf nog een beetje tijd. En wil de eerstvolgende jaren nog alles op de cross zetten. Passages hier bij de aankomst, wel eens dus voor Gadré op een kleine 40 seconden, op een minuut en 6 van Noppen en Weigold, dan die Johnson, de Amerikaan, op 1.14, die komt steeds dichterbij, dan de Tsjech Hekele op een anderhalve minuut, dan Benoit, dan Zusemilch en Volkaerts in de negende stelling op 2 minuten en 3. Uiteraard een enorm voordeel als je veruit de sterkste bent. Je kunt rustig je traject kiezen, af en toe bijsturen, heel even taxeren, omkijken hoe de rest het doet. Niet forceren, altijd het kopje erbij houden, ervan bewust zijn dat in die laatste ronde misschien de man met een kleine hamer staat te wachten. Kan altijd gebeuren. Maar het is weinig waarschijnlijk met deze Bart Welles. Die dit seizoen in alle superprestigecrossen toch ruim bewezen heeft dat hij over een wedstrijd van 60 minuten ook met de allerbeste mee kan. Als we even zijn superprestigelijstje overlopen, dan merken we dat hij vrij slecht van start ging met een opgave in Ruddervoorde na een val, maar in Gavre in november, begin november, was hij al derde op een zeer zwaar parcours. Hij maakte daar overigens de wedstrijd. Hij was vierde in Sint-Michielsgestel en daar worden volgend jaar de wereldkampioenschappen georganiseerd. Hij zal dan ongetwijfeld meedoen met de elite. Hij was derde in Gieten, vierde in Silvelle in Italië, de beste in Hoogstraten. Hij was derde in Overijse en dat zegt veel. Overijse is toch nog altijd het meest traditierijke parcours dat er is. Even een gedubbelde Slovaak in het spoor. Hij was tweede in Diegem, derde in Suruisterveen en dan negende in Wetsikon na die rugklachten. Hij heeft zijn wereldbekerambities gematigd gehouden. Hij heeft die wereldbeker eigenlijk links laten liggen. Hij heeft alleen meegedaan in Kokzijde en daar dus die fantastische tweede plaats na Mario de Klerk. Overwinningen in Kasterlee, in Oudhalen, in Lichtaard, waar hij Antwerps kampioen werd. In Kalmthout, in Racour, dat is in Waals-Brabant. Hij won de beloftekoers in Loenhout, zoals eerder gezegd de superprestigecross in Hoogstraten. En niet te vergeten het Belgisch kampioenschap in Soumagne. Met bijna 2 minuten voorsprong op Van Moppen en Kipchoge Volkaerts. U ziet daar nog 4 ronden voor de boeg, maar als onze rekening klopt, dan zijn het er nog 3. Nog 3 rondjes en rekening houden met het feit dat we ruim 5 minuten rijden per ronde, zijn het er inderdaad nog 3. Nog een goede 15 minuten, een klein kwartier. En Gadré blijft voorlopig uit het zicht. Bart blijkbaar een wat snellere ronde gereden of Gadré gewoon wat teruggevallen. Bij een vorige door toch bijna 40 seconden. En nog altijd geen beweging te zien. Bart die al drukdoende is met de ene tegenstander na de andere te dubbelen. Zoon van een crosser. Vader begon laat op zijn 29ste. Reed mee met de B-crossers in het nationaal circuit. En was in één seizoen, zeggen en schrijven, 39 keer tweede. Maakte de wedstrijd, maar liet zich dan meestal verloren in de spurt. Gadré hier ondertussen voorbijgekomen op 49 seconden. Met het nummer 5 zien we daar Andrew van Quali. Heeft blijkbaar een slechte dag, want die is dus zonder meer gedubbeld door Bart Welles. Van Quali, kijk, op 5 minuten 45. 5,5 minuten rondetijd van Bart Welles dus. Dan word je gedubbeld, zo simpel is dat. Imponerend toch?
En dan zit je eigenlijk af te vragen, Bart misschien een jaartje te lang bij de belofte, maar nee, hij wil ook die wereldtitel, hij wil die trui graag eens dragen. En daar zit een leuk verhaal aan vast. Vorig jaar, voor de start in Middelvaart, had hij tegen Sven Nys gezegd, Sven, als jij die trui nog eens pakt, mag ik hem dan hebben? En Sven heeft hem die trui cadeau gegeven. En de voorbije dagen is hij die trui eens stiekem gaan aantrekken en is hij zichzelf in de spiegel eens gaan bekijken en zag hij wel hoe goed het er allemaal uitzag. Hij was een beetje nerveus, gisteren vooral bij de eerste verkenning, maar als u dit allemaal ziet, dan heeft deze kerel, de man van de cross van morgen, weinig of geen redenen om nerveus te zijn. Heeft zich als jeugdrenner, als kind eigenlijk, opgetrokken aan de figuur van Danny de Bie. De Bie was zijn grote voorbeeld en zijn grote droom was Danny de Bie ooit eens ontmoeten, simpelweg ontmoeten. De wereldkampioen van Pontchâteau weet zich ondertussen al voorbijgestreefd door Bart Welles. En kijk, dat zijn nog altijd mogelijkheden die erin zitten. Zo'n gedubbelde die op de dool raakt, gaat slippen en dan eventueel Bart Welles nog zou mee kunnen in zijn val sleuren. Domweg, en dan is het misschien wel verstandiger van die gedubbelde meteen uit de wedstrijd te nemen en niet te wachten tot de laatste ronde. Zeker gezien de aard van het parcours. Geen risico's meer en opletten voor die Luxemburger Bart. Die zijn kop groter, lijkt me wat minder stabiel. En kijk eens naar die wind, die Belgische vlag. Strak, wapperend. In de achtergrond de Italiaan Toffoletti, dat twee keer tweede bij de juniores. Maar nog een beetje te plat om het bij de belofte al te maken. En dan op die grote versnelling. Wat de versnelling betreft, Bart heeft een buitenplaat van 46 kroontjes gemonteerd, een binnenplaat van 39. Achteraan van een 12 naar een 25. En op die stroken hier vaak op de 12. In vergelijking met een wegfiets voor de mensen die niet thuis zijn in de wielrennerij. 46 kroontjes als buitenplaat is dus niet zo groot. Daar gaan de renners tot 52, meestal 53 kroontjes op de buitenplaat. Maar deze versnelling toch altijd goed voor een omwenteling van ruim 7 meter. Bart op weg met de carbonwielen. En het is duur spul. 80.000 frank voor een paar. Niet meer voorbij de pits. Volledig opgewarmd. Goed op dreef. Het zal er ook straks op aankomen. Om geen kou te vatten. Bezweet als hij is. Snel onderduiken naar de tent waar het interview zal afgenomen worden door iemand van de Internationale Wielerunie. Want dat zijn de nieuwe regels en die moeten wij respecteren. We mogen de renner niet zomaar van de weg of van het veld gaan plukken en hem bij ons naar de cabine brengen. Er is iemand aangesteld van de Internationale Wielerunie en die zal de winnaar interviewen. Dat is voor straks. Er hapert wat met de rondetijd en met de gegevens daar bovenaan. Volgens ons nog 2 ronden, daar blijven we bij. Kijk, zowat 8,5 minuut nog. En dit WK zit er dan op. Supporters voor Wesley van der Linde, die zal hier morgen actief zijn in de juniorencategorie. Waar de West-Vlaming van Tournaut dus bij de kanshebbers gerekend wordt. En bondscoach De Vlaming is altijd een beetje low profile gebleven wat de kanshebbers betreft. Hij zegt, even goed doen als ze vorig jaar,
dat gaat niet. Maar stiekem heeft hij toch al laten vallen dat hij rekent op 3 wereldkampioenen, met name Willis. En dat is nu al nagenoeg zeker op die van Tournaut en Sven Nys bij de elite. Op deze strook Bart nu diep in het rood, zowat naar de 200 slagen per minuut. Zeker op dit stukje, die 70 meter, met dat enorm hoogteverschil. En hij gaat het weer al rijden toen. Ook de man voor hem met dat mountainbike stuurtje doet dat. Dat is de Spanjaard Leon Gutierrez. Als hij even opzij wil gaan, dan ziet ook hij hoe de wereldkampioen van 99 er van dichtbij uitziet. En het materiaal houdt voorlopig perfect stand. Nog geen fietswissel. Dat is gezien de omstandigheden ook niet echt nodig. Geen sprake van modder. Situatie hier bij de vorige doortocht is wel eens dan Gadret, dat is toch al op bijna een minuut, kijk eens aan. Dan Weigelt en Van Oppen op een minuut 39. Van Oppen dus nog altijd een dikke kans op brons. Kan wellicht profiteren op het stuk op de weg van het werk van die Weigelt. En kan dan zijn slag staan in misschien wel de laatste ronde. Zoals Vervecke dat vorig jaar deed. En die snelde toen naar zilver op een minuut van Mario de Klerk bij de elites. En Bart gaat daar zowaar een van de Fransen dubbelen. Dat is dus bijzonder merkwaardig. De Fransen dus meestal in blok ijzersterk, dicht in het landenklassement. En een van de Fransen, dat zou dus Dieudonné kunnen zijn, die gaat dus een ronde aan de broek krijgen. Dat is Gadret. Of nee, dat is die Franse die bijna gedubbeld wordt. En daar Bart. Met snokjes remmend. Af en toe die remmen weer wat loslaten, dan weer wat aantrekken. Uitstekend werk ook van de materiaalmeesters in de Belgische ploeg. Ze hebben de apparatuur ingespoten met een siliconenolie. Die ervoor zorgt dat het draadwerk, dat het versnellingsapparaat blijft werken tot temperaturen bij min 40 graden Celsius. Niks aan het toeval overgelaten. En die Fransman daar even in het decor. En dat was inderdaad Dieudonné. Blijkbaar een bijzonder slechte dag. En dan weer op een van die zware stroken, een van die lussen. En Bart dus ijzona, weer aan het eind van die ronde. In volle slotfase, zeg maar. Volkaerts die valt steeds verder terug. Die is doorgekomen op 3 minuten 25. Voor een goed begrip. In de op 1 na laatste ronde de situatie wel eens, dan Gadret op een minuut. Op een minuut 40 Weigelt en Van Noppen, terwijl de Slovaken een van hun jongens in beeld nemen. Dan de Amerikaan Johnson, die is blijven hangen op die vijfde plaats. De Fransman Benoit is zesde op ruim 2 minuten. Zevende Hekele de Tsjech, zijn landgenoot Zusemilig is achtste. Van Bussel de Nederlander is negende. Van Gils een andere Nederlander is tiende. Dan krijgen we de Repas als 11e en Volkaerts is dus 12e nadat hij een tijdje bleef postvatten in de top 5. Vreugdegevoelens ongetwijfeld nu al bij de ouders van Bart, Lucien wel eens. En Wiske, voltijds bezig met het wielervak, met het crossvak, met twee crossende zonen,
voortdurend in de weer. Wassen en plassen voor moeder. Regelen, bijstellen, afstellen van de fietsen voor de vader. Voltijdse hobby. En vorig jaar toch een ietsje pietje ontgoocheld, ondanks de vriendschap tussen de zoon Welles en Sven Nys. En dat is ook een beetje begrijpelijk. We zijn 47 minuten bezig en niet 41 minuten zoals daar staat. Dat betekent dat we nu aan de laatste ronde beginnen en dat wordt dus een triomftocht. Voilà, daar staat het. Die nul, daar moet u rekening mee houden. Nog één ronde, laatste ronde. We gaan dus over de 50 minuten. Circa 53 minuten zullen we nodig hebben om dit WK vol te maken. En Bart Welles dus zonder onnoemelijk zware tegenslag, nu al wereldkampioen, de gedubbelde overigens worden nu uit de wedstrijd genomen. Goeie zaak, geen onverwachte hindernissen meer op het parcours. En wie komt daar uit de bocht? Dat is iemand die moet stoppen, dat is ook een gedubbelde. Het is wachten op Gadret, die zou wel eens boven de minuut kunnen zitten, dat is een van de Luxemburgers die eruit moet. En daar is dat Gadret, klein Frans mannetje. Gedrongen gestalte, dat is hem, ja. Tweede in het Frans kampioenschap in Pontchâteau, op bijna een minuut. Gestabiliseerd in verhouding tot de doortocht van de volgende ronde. Gadret was overigens al zesde in het WK voor juniores in Montreuil. En Bart Welles was toen achtste. Gadret toen dus de betere. In München bij de juniores was die Gadret ook zesde. En dan in Middelvaart, daar maakt deze Bart Welles dan de grote sprong voorwaarts. Hij is daar tweede. Gadret bij de belofte pas 27ste. Dus nooit wanhopen als het wat minder gaat bij de juniores. En daar is Tim Johnson. Die boom van een vent opgetoken. En Tom van Op heeft nog kracht om mee te gaan. Johnson dus in vierde positie. Weigelt is hier blijkbaar al gepasseerd. Nee, toch niet. Johnson met Van Noppen. En Van Noppen zal goede papieren moeten hebben, geloof me, om deze Johnson bij te benen. Want dat is een boom van een kerel. Is helemaal achteraan vanwege de slechte startpositie van de Verenigde Staten. Hij is overigens de enige vertegenwoordiger van zijn land. Helemaal achteraan moeten vertrekken. Johnson. En zal wellicht nog een enorme laatste ronde in de benen hebben. Duimen dus voor Van Op voor die podiumplaats. Dat zou mooi zijn. De twee boezemvrienden samen op het podium. Mogen overigens niet samen in de kamer slapen. Terwijl Welles daar komijnen een ronde aan de broek lapt. Davy Komijnen na twee goede prestaties en niet te vergeten vorig jaar dus brons in het WK voor juniores. Vandaag een mindere dag. En toch wel een beetje pijnlijk hier gedubbeld door Bart Welles. En opletten, voorzichtig, behoedzaam die bulten inschatten. Komijnen graag nog heel even mee in de kijker. De West-Vlaming uit Dadizelen, niet te vergeten, hij is eerstejaarsbelofte, gecoacht door Ronnie de Vos, een stylist, heeft vaak wat last van de zenuwen, had vorig jaar bij de juniores wereldkampioen kunnen worden, dat zat er dik in. Dat is John Gadret, de vice-Franse kampioen, moest in Pontchâteau Benoit laten voorgaan, maar Benoit, dat is een vent van 1,95 meter, die heeft het dus moeilijk met zijn lang en zwaar lijf om hier recht te blijven. Gadret met zijn kleine gestalte wat vinniger, meer acrobatisch vermogen, sneller op die fiets ook, en goed voor zilver.
heeft wat van Miguel Martinez. De eerste wereldkampioen bij de belofte in Montreuil was dat. Terwijl de zoon van Lus en Wiske aan de allerlaatste kilometer bezig is. De man die zweert bij duifjes boven pasta. Heeft van moeder thuis in aluminiumfolie verpakte duifjes meegekregen. En peuzelt die op. Een goede 3 uur voor de wedstrijd. Krachtvoeding, zegt hij. Wellicht ook een beetje bijgeloof, maar dat werkt. Want ondertussen heeft ook moeder Nijs die gewoonte overgenomen. En ze heeft gewoon van de goed 70 duifjes die in de diepvrieskast steken bij de familie Welles, er een 10-tal gekocht en klaargemaakt voor haar zoon Sven. En op het vliegtuig, wat deed Sven Nijs daar? Hij begon een doosje te openen en peuzelde zijn duifje op. Een voorteken misschien voor morgen. Voilà. Laatste hectometer voor Bart Welles. Hij wordt de 12e Belg die wereldkampioen wordt. Er zijn er nogal wat die verschillende keren wereldkampioen geworden zijn. Zoals in de Vlaming, zoals in Liboton. Maar hier Bart Welles voor de allereerste keer na 2 tweede plaatsen. Nog even van de fiets. Opperste moment van glorie, van vreugde. Eindelijk is het zover. Hij mag die regenboogtrui aantrekken. En dik verdiend. Veruit de beste belofte. En houdt u daar rekening mee. Deze man zal ook volgend jaar in staat zijn om mee te doen naar een podiumplaats bij de elite renners. Felicitaties ook voor de mensen van de bond die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. Bondscoach De Vlaming, assistent bondscoach Rudy De Bie, die ons beloofd heeft van straks even langs te komen om samen eens even een evaluatie te maken van dit wereldkampioenschap. Maar toch benieuwd nu naar de prestatie van Tom van Noppen. Het is dus wachten op Gadret. Die moet normaal gezien, als we daar een beter beeld van krijgen, dus naar zilver rijden. En van Noppen die doet mee voor een 3e plaats, voor brons. Tenzij Tim Johnson, de man van Boston, daar ondertussen van weggereden is, de Amerikaanse kampioen. Maar laten we hopen van niet. En duimen voor de man van Oostham. Nogal wat Vlamingen hier op het voorplan. Uiteraard dolblij. Supporters van Welles opgekomen met een bus. Maar ook mensen van de clan van Sven Nijs. Die ongetwijfeld een dag eerder naar hier gekomen zijn. Om Bart een hart onder de riem te steken. En mee te delen in de vreugde. In het Belgische kamp. En daar is dus Gadret. Hij huppelt op weg naar een zilveren medaille. Naar een 2e plaats. De laatste balkjes. Dan komt hij in het zicht van de streep. Terwijl Bart hier luid toegejuicht wordt. Hier is nu Weigelt die binnenkomt. Dan zou het kunnen zijn dat we gewoon in het beeld de aankomst gemist hebben. We hebben ook geen zicht op de aankomststrook hier voor ons. Maar wat lezen we hier op onze computer af? En dat is een formidabele verrassing. Het is Tom van Noppen die tweede geworden is. Hebben wij niet in beeld gezien voor Tim Johnson. Dat betekent dus dat Gadret, die daar in beeld was, dat hij teruggevallen is. Heeft mogelijk pech gehad. En dan gaan we dus weer naar de dubbel. Vandaar is die vreugde bij de streep. Spijtig dat we dat niet in beeld gehad hebben. En vanuit onze commentaarpositie ook niet mogelijk om uit te maken wie hier al over de streep gereden is. Dus niet echt superwerk van de Slovaakse televisie. Maar dus Bart Welles winst, en dat wordt hier dan bevestigd op onze computer, voor Tom van Noppen. Wel, weer dus die formidabele dubbel. Na 2 keer Nijs Welles, nu Welles Tom van Noppen. De 2 boezemvrienden samen op het podium. Het gaat een schitterend tafereel opleveren. Johnson is 3e, Weigelt is 4e, Gadret pas 5e, Benoit zijn landgenoot 6e, Emile Hekele 7e, David Durepa 8e en David Zusemilch 9e. Daar bevestiging in beeld op het scherm. 1 de man uit Forslaar,
2, niet zo ver van Vorslaar hoor. Oostdam, randje Limburg, randje kantje, provincie Antwerpen. Op ruim anderhalve minuut. En Johnson achter zich gehouden. Hij heeft dus nog stevige papieren kunnen voorleggen in die tumultueuze slotfase, waarvan we spijtig genoeg niet echt denderende beelden gekregen hebben. Eens even kijken naar een verdere uitslag. Zuzemilk dus 9e. De eerste Nederlander is Pascal van Bussel op een 10e plaats. Een landgenoot van Gils is 11e. De Pool Wismik Piotr 12e. En Stanislas Heidoek, een Tsjech, die is 13e geworden. Voorlopig nog geen sprake van Kipcho Volkaerts, de Brabander. Toch nog even volgen of we dat op onze computer zullen zien verschijnen, want met de gegevens van de computer van onze monitor zullen we het voorlopig moeten doen. Ondertussen is Rudy de Bie bij ons komen zitten. Wel eens, totaal verwacht Rudy, maar Van Noppen die komt daar dan plots uit de achtergrond opduiken en wordt hier nog tweede. Ja, dat is een verrassing die we eigenlijk niet kunnen volgen op de monitor op het einde, maar ik had Tom wel getipt bij de eerste vijf. In tweede plaats is het zonderlijk mooi voor hem. Daar zit de nieuwe wereldkampioen Bart Welles. Het interview luistert u thuis mee. Helaas hebben wij geen klank hier. Dus wat de vertaling betreft rekenen we ook op uw kennis. I must win and that was difficult. But I win today and that's good. When and where you decide the race? I think on the way, on the road here, and it was very difficult. It's very lots of ice here, and it was very dangerous on the track. And yeah, I think I get away from other riders here on the road, and it was good. You have been twice second in a world champion, always behind Sven Nys. Now Sven Nys in the elite category, and you are the bigger riders in under 23. Yeah, it's 2 years I'm second, and now I'm the first, and the feeling is good now, and I try next year in Sint Michiels Gestel back. Yeah. We have seen you are drinking every lap something. What did you drink? It's a warm tea. My mother makes it, and I drink it every race, and it's very good. So, congratulations to your mother too, yeah, to the win here in Poprad. Bart Wellens, new world champion under 23 cyclocross. Congratulations. Voilà. Een duidelijk overgelukkige Bart Welles. Spijtig genoeg hebben wij hier niet mee kunnen luisteren, maar we nemen aan dat u dat thuis allemaal goed meegekregen hebt en dat u dat naar behoren kunt vertalen. Ondertussen kunnen wij u zeggen dat Kipcho Volkaerts hier binnengekomen is op een 16e plaats. De twee andere Belgen Van Quali en Komijnen, gedubbeld als ze waren, dus geen rol van betekenis meer genomen. Van Quali hebben we zelfs gezien uit de wedstrijd genomen. En wat de landenrangschikking betreft doen wij het ook goed, vooral door die prestatie van Tom van Oppen. De man die houdt van snelle, risicorijke omlopen. Zolang ik maar niet moet lopen, zegt hij. Van Oppen dus tweede. Dan zien we die 16e plaats van Kipcho Volkaerts. Dat brengt ons op een totaal van 19. De Fransen, als we die in de plaatsen van de top 3, want die telt mee voor de landenrangschikking, als we die heel even onder ogen nemen, dan zien we Gadrin met 5, Benoit 6, dat maakt 11. Dan tellen we er ook nog de Repas bij op. Die komen ook op 19. Maar ik neem aan dat wij met onze wereldkampioen dan toch de voorkeur krijgen in de landenrangschikking volgend jaar. Maar dat wordt straks allemaal bevestigd. In de vertraagde weergave nog eens de werken van Bart Welles. Dus even samenvatten. Na de eerste klim al duidelijk gevoeld van, oh, ik ben hier een klasse sterker dan de rest, is er daar al van weggereden van de tegenstand en heeft snel voorsprong genomen. Bij andere wereldkampioenschappen is een mens dan geneigd van te zeggen, nou ja, dit WK kan nu al niet meer stuk. Maar gezien het verloop van de wereldkampioenschappen van vorig jaar, met die 5 medailles ligt de lat wel bijzonder hoog. En moeten we ook durven zeggen, ja, morgen
kan alleen maar beter en we moeten weer durven denken in de richting van die 5 medailles na het verloop van vandaag. Ja, uiteraard, Sven van Toornhout morgen en Tim van Nuffel zijn toch twee kandidaten die moeten kunnen meestrijden voor de medailles. In de eerste plaats Sven van Toornhout is toch een uitzonderlijk talent ook en een team houdt ook van zulke parcours, dus we gaan morgen zeker weer meespelen. En morgen namiddag? Morgen namiddag wordt het, ja, ik hoop dat het festijn zal verder gezet worden met Sven. Sven is, loopt over van zelfvertrouwen in deze omstandigheden. Mario zit ook echt op, staat op scherp. Het kan eigenlijk moeilijk misgaan. Nog eens de uitslag, Bart Welles. Kijk eens wat een verschil. Op anderhalve minuut. We moeten er wel van uitgaan dat Gadret pech gehad heeft in die allerlaatste ronde. Johnson, een Amerikaan op het podium. Maar jij kende die, je had dat een beetje voorspeld. Ik had het een beetje voorspeld. Ik ken de jongen omdat hij ook aan mountainbiken doet. En, ik had in de zomer rijdt hij ook de wereldbekers en de wereldkampioenschappen. Dus ik wist wel dat de jongen niet in zijn mars had. Zit trouwens ook in de nationale selectie voor de wegwedstrijden. En spijtig genoeg heeft de jongen een heel slechte startpositie gehad. Want anders, zeker met niet meer een Welles zou meerijden, maar toch een gemakkelijker op het tweede podium gestaan. Misschien wel. Goed voor een tweede plaats, mits een betere startpositie, want hij kwam hier inderdaad bij de eerste twee doortochten vrij laat door. Ja, hij kwam vrij laat door, maar die jongen heeft een heel constant, heel sterke wedstrijd kunnen rijden. En, die heeft de laatste zes weken heeft hij, in Nederland verbleven en is toch een beetje kunnen contact nemen met de cyclocross wereld hier. En je ziet vandaag het loon toch van toch een beetje contact hebben met de Europese renners. Je hebt ervaring zat op tal van domeinen. Je bent onder meer wereldkampioen bij de Masters in het mountainbiken, waarvoor ook onze felicitaties. Je kunt inschatten waar zo wel eens kan uitkomen. Zeg ons eens. In de toekomst, in de toekomst als elite-renner. Ik denk dat op wel eens eigenlijk geen maat staat. Hij is nog jong, het gaat allemaal nog zo eigenlijk speels. Natuurlijk moet er veel voor doen voor de job, maar ik denk dat Bart zeker nog kan groeien. Hetgeen dat hij vandaag gepresteerd heeft, zet hij morgen bij de elite, zouden ze er ook heel dol mee hebben. Denk jij dat hij in de toekomst boven het hoofd van Sven Nys gaat uitgroeien? Dat zal afhangen van de parcours, denk ik. Het ene parcours zal Bart iets beter zijn, het andere parcours zal Sven iets beter zijn. Het kan alleen maar goed zijn voor het Belgisch veldrijden. Links dus Tom van Oppen. De man van Oostham, de ex-spits van Oostham, een atletisch bovenlijf, de boezemvriend van Bart Welles. En wat een vreugde op dat gelaat. Zijn twee lolbroeken hoor. We hebben ons gisteren tijdens de vlucht naar hier, weer gisteren was dat, we hebben ons ruim een uur bezig gehouden om van deze knaap los te krijgen van waar hij volgend jaar terecht zou komen, bij welke ploeg. En Tom van Oppen, die weet het, maar die speelt dat spelletje perfect mee. En de jongens moeven niet. Weet jij het misschien, Rudy? Ik weet het ook nog niet. Ze laten er eigenlijk niet veel van los. We hebben bewust de jongens samengelegd op een kamer ook. Op een kamer, het is te zeggen, de kamer was in twee delen verdeeld. Gescheiden het toch liefst? Het slaapcompartiment was in twee delen verdeeld. Dus als ze privacy wilden, hadden ze privacy. Ja, maar want anders vallen er brokken. Anders viel er, ja, brokken. Er gebeurt wel meer. Ja. Je ziet Hein Verbrugge, de voorzitter van de Internationale Wielerunie. De regenboogtrui en die gouden medaille aan een ontroerde Bart Welles uitreiken. Dat is een gevoelige knaap hoor. Doet zich vaak wel wat anders voor. Maar we hebben al een paar keer tranen zien biggelen, ook vorig jaar. En vooral die eerste keer in München toen hij daar als 18-jarige wat onverwacht op het podium stond naast Sven Nys. En dan de tweede weer een Belg. Alsmaar Belgen krijgen een beetje medelijden met onze collega's commentatoren uit de omringende wielerlanden. De traditionele crosslanden. Tom van Oppen. 6 overwinningen dit seizoen. Gewoon onder meer de beloftekoers in Zetam, waar hij op ons indruk gemaakt heeft. Verder ook in Heusden, Differdange, Wieke, Vorst en Noorderwijk. Hij was de tweede op het Belgisch kampioenschap in Soumagne. Nu weer tweede hier. En dan die grote Amerikaan, Johnson. Ik kan het zelf niet geloven, maar het is echt waar, meneer Johnson. Er hangt brons rond je nek.
iemand van de Slovaakse organisatie. Tom van Oppen, die ook opvallend veel progressie gemaakt heeft de jongste jaren, vooral dit seizoen. Ontloken is als het ware. Ja, Tom heeft, is ook op schema beginnen trainen en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat speelse zit in Tom nog in en dan mag er misschien nog wel in blijven, maar de ernst van de training die is toch redelijk op redelijk hoog niveau voor het ogenblik. En ik ken Tom vrij persoonlijk heel goed en als hij zo verder doet en kan nog een stapje verder, dan gaat hij er ook zeker in de crosswereld iets van maken. We luisteren naar de Brabanson. Derde op een volgende keer een Belgische dubbel op het WK bij de belofte. Ik heb de kijkers ondertussen ook al gedurende de uitzending eens heel even jouw pronostiek voorgelegd, Rudy. Je had wel eens uiteraard op 1 en Van Oppen op 6. Maar je bent daar niet boos om. Ik ben er zeker niet boos om. Ik had naast mijn pronostiek had ik Van Oppen nog iets hoger ingeschat, maar een podiumplaats had ik niet aan gedacht, misschien wel, maar toch niet. Het is een onverhoopt succes voor Tom. Nou, wat we hier gezien hebben bij de juniores, Van Toernout op 1 heb je daar gezet. En ook Van Nuffel schat je hoog in op 4. Blijf je daarbij? Ik schat Van Nuffel, mijn zuivere pronostiek is Van Nuffel op 4. Maar ik heb daar nog een pronostiek naast gemaakt die daar ik op hoop. En daar staat Van Nuffel op het podium. En ik hoop dat hij het waar maakt morgen. Oké, en dan bij de elites, Sven Nys op 1. Ja, Sven Nys, Sven gisteren nog hard zien trainen trouwens. Na de wedstrijd hier zullen we de jongens oppikken en gaan ze hier nog een paar rondjes rijden. En Sven klopt over van zelfvertrouwen. We gaan stilaan afsluiten, dames en heren, met de blijde boodschap dat Tom van Oppen hier tweede geworden is. Dat Bart Welles hier wereldkampioen geworden is. Zijn broer een formidabel verjaardagsgeschenk gegeven heeft. Volkaerts is uiteindelijk 16e geworden. België boven in het landenklassement. Formidabele openingsdag op dit wereldkampioenschap. Van harte gefeliciteerd door gelukkige verjaardag Geert Welles, de broer van vandaag 16. En blijft u op